Hier zit hij dan weer. Ongelooflijk. Vos Aquarium. Het is, ik weet niet hoe lang geleden. Ik denk 3 maanden. Op de achtergrond horen jullie mijn zoontje. Het is inmiddels ruim 3 maanden geleden. En hier zit ik dan weer. Waarom? Nou, eigenlijk omdat ik het begon te missen. Het is ruim 3 maanden geleden en ik dacht... Ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik wil mijn aquarium ook weer delen met de wereld. Hij is aardig begroeid zoals jullie zien. Ik laat jullie allemaal zien. Ik wil alleen even zeggen... Bedankt dat jullie hem zijn blijven volgen. En bedankt voor de enorme leuke reacties die ik heb gehad op mijn vorige video. Ik was gewoon even te druk bezig met veel dingen. En soms moet je een stapje of 2 of 3. Of soms bij mij 5 terug. Om weer een beetje controle te krijgen over de dingen. En die heb ik nu eigenlijk weer teruggevonden. Dus hier zijn we. Ik heb enorm veel reacties gehad waar ik nog niet op heb gereageerd. Zal ik nog wat terugwerkende kracht doen? Ik doe wel alleen reageren op de mensen die ook geabonneerd zijn op dit kanaal. Vind ik veel eerlijker, dat zijn echt fans en dat vind ik tof. Ik zal niet elke week 3 keer weer gaan uploaden of elke week zoveel keer. Ik pak de camera wanneer ik er zin in heb, edit ik hem en dan zet ik hem eigenlijk dezelfde dag nog online. Dat is voor nu het idee. En tussendoor zal ik ook gewoon leuke video's maken, maar dat zal, net ik zo zeg, dat zal tussendoor komen. Ik laat jullie nu even mijn aquarium zien die ik nu heb. Ik heb deze sinds vorige week weer gevuld. Deze stond eigenlijk al door bijna leeg met wat... Tetra's erin. Op mijn Instagram account kon je zien hoe hij eruit zag. Er zwom wat in. Nee, kardinaal tetra's zwom erin. En voor mijn 2 Heroes of Verum. En dat was het. Puur en alleen omdat dat makkelijk was voor mijn werk. Had ik er geen tot weinig onderhoud aan. En sinds vorige week heb ik er weer vissen in gedaan. En ik begon nog van te genieten. En ik dacht, dit wil ik eigenlijk ook weer gaan delen met mijn vrienden van dit kanaal. Dus ik laat jullie het nu even zien. Hier is hij dan. Mijn aquarium, hij is denk ik 3 maanden ongeschonden gebleven. Dat zie je wel aan de planten. De rode loten zijn echt enorm hard gegroeid. En hier, kijk. Ja, de plantjes zijn wel hier en daar wat dood gegaan. Komt ook omdat ik er niet mee bezig was geweest. Ik heb het gewoon ingedaan, 2 jaar. En ja, niet te veel. Gewoon laten groeien. Maar sinds kort heb ik dus de vis die ik eigenlijk al best wel heel lang wilde hebben. Kijk, ze zijn nu nog een beetje schuw. Even kijken, ze moeten nog wennen aan de camera. Dat meen je niet, zien we er nu geen een. Even zoeken nog hoor. Maar we hebben dus een aardige schok kardinaal tetra's. Heroes of Venom zitten erachter nog. 3 stuks. De rotkuil variant. En kijk hoor. Ja, je ziet ze hierachter, zie je ze. Daar. Er zit een 10-tal Uaru in. En die past eigenlijk best wel goed bij de Zuid-Amerikaanse cyclide Heroes of Verum. Er is al een hele grote maar. Die heb ik mijn vriendin nog niet verteld. Ze eten alle planten op. Tenminste, vrijwel alle planten gaan eraan. Dus ik heb er nu een stuk sla in gedaan. Zodat ze eraan kunnen wennen. Dus ze vloog er ook gelijk op af. Super tof. Maar grote kans dat ze eigenlijk alle planten op gaan eten. Maar ja, dat zie ik dan wel weer. Dan wil ik eigenlijk van die... Misschien dat ik wel zo'n achtergrond van aqua decor haal. Die kun je sinds kort ook shippen naar Nederland. Lijkt mij heel erg tof. Kijk hoor, voor de rest zit hier nog clownmotia's, heb ik er 3 in. Torpedo barbelen, 3 stuks ook. De gourami. Dit is een goud gourami. Dit is een diamant gourami. Volgens mij is het goud gourami. Een paardje heb ik. En dat is het eigenlijk. Ja, dat is het eigenlijk. Dan zit hij eigenlijk ook al wel heel erg vol. Die Heroes of Verum. En die... Uaru. Kijk, dat is zo'n trendje. Ja, is hij eigenlijk al meer dan vol dit aquarium. Ze zijn nog wel heel erg klein. Daarom heb ik er ook 10 gehaald. Dat ik dacht van ja... Al de grote kans dat er eentje afgestoten wordt door de groep of die het niet doet of 1 of 2. Dan kan ik die beter een mooi plekje geven. En dan laat ik ze voor nu even gewoon lekker groeien in deze bak. En in principe kan het heel lang aan hoor, in dit 2 meter aquarium. Qua filtratie zit hier nog. Kijk, de supervis. Dus niet de filtratie, maar de ITER.
super vis. Bevalt eigenlijk best wel goed, alleen hij begint nu al echt kuren te krijgen. Zo, okay. Je kan het temperatuur niet meer aflezen. En ik weet niet hoe betrouwbaar die is. In het andere aquarium heb ik een heater gekregen van een fan die ook kijkt. Die bevalt eigenlijk heel, heel goed. Maar dat laat ik jullie straks zien. De FX6. Kijk, die draait hier nog gewoon. Er zit eigenlijk bijna geen filtermedium in. Aan de zijkanten zit alleen die filterwatten in. En in het midden, van boven tot beneden, zit er biologisch materiaal. Dus de nitriet blijft ook echt heel laag in deze bak. Ik heb nu sinds een week dus extra vissen erin. Die 10. Dus ja, dan hou ik het extra goed in de gaten. En hier zit mijn CO2. Oh, normaal ligt die altijd, die fles. Want het is veiliger voor de brand. En hier de luchtpomp die ik erin heb. Kijk, zo zal ik hem even aanzetten. Zo. Die staat zo'n 3 uur per dag aan. Met daar 2. En hierachter eentje. En de stroomspomp. Ik heb een groter EA, maar ik had de kleine, de 1500 volgens mij. En dit is de... Nee. De tweede in ieder geval. Niet de allerkleinste, die was 35. En deze was volgens mij 4. Maar dat pimde er niet of was. Kan ik nog een keertje opzoeken. Maar ik ben eigenlijk best wel blij hoe dit aquarium eruit ziet. En dan gaan we door naar... waar eerder de andere aquarium stonden. Kijk. Dit is... leeg. Hier stond... oh, sorry voor het licht. Een 2 meter aquarium. Die is nu weg. En ik heb hier... ons Bob nog. Ja, Bob doet het heel erg goed. Ja, de achtergrond wordt wat vies af en toe. Ik heb de lamp wat harder aangezet, zodat je Bob beter ziet. Maar Bob wil eigenlijk altijd eten. Bob eet toch heel veel van dit. Kijk, kan je zien. Ik weet niet of je kijkt bij de camera. Nee, hij durft het niet. Als hij weggaat, gaat hij wel. Normaal zonder camera en dan springt hij echt helemaal omhoog. Hij heeft ook de hobby om dit klepje eruit te springen, dat als je honger heeft. Dan hoor je in één keer s'nachts boven een kling en dan heb ik die deze weggesprongen. Dat is leuk, maar het gaat goed. Ja, bodem is wat vies, maar dat heb je als je weinig op de bodem hebt. Tenminste, qua grind dan valt dat extra op. En je ziet, het is echt een vuile eter. Maar weinig onderhoud hoor. 1 keer per week doe ik water verversen. Toen ik weg was, deed mijn vriendin dat. Tot hier ongeveer. Ja, en het draait gewoon goed. Ik zal u in een volgende video zal ik precies laten zien hoe het gaat bij de techniek, bij de pompen. En zal ik over wat meer vertellen over de vissen misschien. Maar dit is gewoon even een korte update hoe het ermee staat. Ik mis hier nog steeds wel echt een Malawi aquarium. Of iets van Malawi. Ik weet nog steeds niet wat ik daarmee aan moet. Ik wil dat heel graag. En ook een zout aquarium. Maar ik wil het niet te groot. De vorige keer liep het echt een beetje aan de hand. Het moet gewoon goed schaalbaar zijn. En te onderhouden. Net als Bob. Dat is prima te doen. Maar dan moet ik nu even iets langer over nadenken. Dan in één keer gewoon allemaal aquariums kopen. Maar dat komt helemaal goed. Ik zal jullie erin meenemen. En als jullie tips hebben, laat het vooral weten. Nou, tot zover de video. Tof dat jullie kijken. Vergeet niet te abonneren. De ene video zal een minuut duren. De andere video zal misschien 10 minuten of een half uur duren. Geen idee. Ik upload wanneer ik denk dit is tijd dat ik moet delen met mijn volgers. Voor nu bedankt. En tot de volgende.